vind alleen maar juniors. Ja, ik heb hier iemand, Martijn, ja, HR-manager. Kun je die foto even opslaan? Ja. Er zijn organisaties die 40.000 keer per dag worden aangevallen via het internet. 40.000 keer. We gebruiken deze voor het klonen van die pas. Die gaan we aan het netwerk straks hebben. Hoe kun je daartoe wapenen? Wetende dat je wordt geraakt door allerlei soorten hackers. Script kiddies, mensen uit groeperingen, maar ook uiteraard hackers uit vreemde landen. Uit Rusland, uit China. Het is zo'n ontzettend groot probleem, wat alleen maar groter wordt. Want daar zit namelijk ook een issue. De meeste bestuurders weten eigenlijk niet hoe groot het risico is wat ze lopen. Ik ben Pieter, 26 jaar. Ik ben IT-security adviseur. En ik help bedrijven, overheden met hun vraagstukken op het gebied van informatiebeveiliging. Ik ben Matthijs Sprengers, ben 25 jaar. Ik werk nu zo'n 2 jaar voor KPMG als IT-beveiligingsadviseur. Ik geef nu bij grote organisaties vooral technisch beveiligingsadvies over het verbeteren van een IT-beveiliging. Dat kunnen enerzijds heel technische vragen zijn over de bitjes en de bytejes en hoe het precies in een systeem werkt. En anderzijds meer de vragen die te maken hebben met het beleid, met de manier waarop een organisatie als geheel omgaat met informatiebeveiliging. Om dat goed te kunnen doen, specialiseer ik me ten eerste in de cryptografie, de wiskundige technieken voor het versleutelen van berichten. En ten tweede in IT-recht. Dus welke wetten heb je nou die vertellen over wat er wel en niet mag op internet? Morgen meneer. Morgen. Morgen. Hey, we hebben een aantal beveiligingsincidenten gehad en we doen even fysieke pascontrole. Voor KPMG test ik de IT-beveiliging van verschillende bedrijven. Hier is je pas weer. Dank. Het kan op 3 manieren. We doen dit 1 digitaal over het internet. 2 digitaal binnen het bedrijfsnetwerk van het bedrijf. En 3, en dan wordt het echt spannend, dan gaan we een combinatie van fysiek en digitaal gebruiken om zo'n bedrijf binnen te komen. Om aan te tonen waar hun beveiliging tekortschiet. Dus dat willen weten van geheimen, het er doorheen willen komen, dat mij daarin heel erg drijft. Pieter, ik ben binnen. Oké. Martijn en ik hebben allebei de Kerkhoffs Computer Security Master in Nijmegen gedaan. Ik heb dat echt een van de beste studies gevonden die ik heb gezien in Nederland. Het is een heel breed programma en het is heel erg gericht op de actualiteit en op de werkrealiteit. Heb je al bereikt? Nadat ik afgestudeerd was en bij KPMG ben begonnen, kwam ik eigenlijk terecht in een omgeving waar ze zaten te springen om de kennis die ik op had gedaan tijdens mijn studie. Ik zie je nog niet. Vooral de cryptografie. Hè? Hoe werken cryptografische protocollen? Draai hem even. Doet hij het nu? Of het programmeren van smartcards, wat ik in Nijmegen heb geleerd. Ja, hij is nu verbinding aan het maken. Ja, hacken is natuurlijk niet alleen mijn werk, het is eigenlijk al heel lang mijn passie. En ik word dus ook echt heel erg chagrijnig als ik ergens niet kan binnenkomen. Ja, ik heb verbinding. Ja? Mooi zo. Ik ben weg hier. Zolang ik niet binnenkom, dan ga ik ook niet naar huis. Vanuit KPMG kom ik bij verschillende bedrijven langs. Hacken is natuurlijk zwaar illegaal. Wij mogen niet zomaar inbreken bij onze klanten. Wij hebben van tevoren altijd in een contract afgesproken wat we wel en niet mogen doen tijdens zo'n test. Nou, kijk even de goede persoon hebben. Zet zijn webcam aan. Webcam aan. Ja, dat is hem. Dat is die HR-manager. Mooi. Nou, al zijn documenten downloaden. KPMG is een enorm groot bedrijf. Ze zitten over de hele wereld verspreid met meer dan 100.000 medewerkers. Daardoor heb je echt het idee dat je voor de Champions League werkt van het bedrijfsleven wereldwijd. Een fantastische wereld als je daar mag werken. Maar voor de organisatie zelf een ontzettende nieuwe wereld. Een wereld die ze niet begrijpen. Dus we hebben mensen nodig die vanuit de technologie begrijpen wat het risico is voor de organisatie in deze groter wordende wereld van cybercrime. Het filmpje wat je net gezien hebt is natuurlijk fictie en in scène gezet. Maar dit is wel zoals we het in de werkelijkheid doen. In het echt is het natuurlijk veel spannender en ook veel leuker.